zag net een eenzaam lampje. Ik was er niet meer. En, maar u woont hier allemaal ook? In de omgeving? Of? Ja, geboren en getogen. En u is allemaal last van de... Ja, ja allemaal last. In uw huizen en zo, vergelijkbaar met hier? Ja, of op een soms andere, nog erger. Sommige huizen zijn nog erger. Ja. Ja. Wat heeft u zelf bijvoorbeeld in uw huis? Wat heeft u scheuren in de muren. Dat, ja. Nou, de NAM moet nog langs komen, dat duurt ook heel erg lang. Ze zijn nog niet langs geweest? Nee, nog niet langs geweest. De, al die jaren? Ja, ik kan mezelf een beetje laat achter. Oké. Ja. Als je er woont, dan let je er niet zo erg op. Je kijkt niet naar iedere muur natuurlijk, iedere dag. Absoluut niet. Ja. Sowieso ook, de naamregeling is heel slecht. Het is allemaal bureaucratie. Ja. We proberen maar uit te stellen. En, ik snap niet wat het probleem is, want er is zoveel geld uit de bodem gehaald. En daar wordt zo moeilijk over gedaan. Zit. Niet alleen op politiek niveau, maar ook provinciaal niveau. Gemeenteniveau. De NAM zelf natuurlijk. NAM zelf, ja. Wees eens eerlijk, wie wil hier nu gaan wonen? Want er komt een hele platform hier een stuk verder op. We komen hier in grote, nog grotere windturbines. Helemaal los van de windturbines. En de hele, het feit dat je morgen weer een aardbeving en een scheur in je muur, dat doet niemand. Nee. Niemand koopt dit. Nee. Hoe mooier dat is. Precies, dat is het probleem. Dat is het probleem. Ja, dus we zitten economisch geen vast. Ja. En niet alleen wij hoor, er zijn nog meer zoveel mensen die hun huis graag willen verkopen en weg willen. Alleen maar door de aardbevingen. Maar ze kunnen hun huis niet verkopen. Ja. Isabel staat op de... Nou weet u, wij zijn in ieder geval hier. Samen met mijn collega's van de Tweede Kamer, mevrouw Kleven, Marjolein Faber, onze lijsttrekker in de Eerste Kamer. En natuurlijk onze onvolprezen lijsttrekker hier in Groningen, een fractievoorzitter. De mensen in Groningen en ook uzelf een hart onder de riem te steken. Mm-hmm. En wat ik niet begrijp, wat wij niet begrijpen als PVV, en dat is geen verkiezingspraatje, want dat roepen we al de hele tijd. Yeah. Is dat het blijkbaar heel goed mogelijk is voor minister Kamp en het kabinet om... als Brussel zo doet, even een miljard aan nabetaling naar Brussel over te maken... dat het heel goed mogelijk is voor het kabinet om 18 miljard aan de Grieken te geven... en vervolgens maar af te wachten op het geld wat we dus waarschijnlijk nooit terugzien of dat wel terugkomt. En als het gaat om onze eigen mensen in Groningen, ja, minister Kamp deze provincie gewoon kapot maakt. Ja. Want dat is wat hij doet. Helemaal niet eens. Blijkbaar is voor de hoge heren in Den Haag van het kabinet, is blijkbaar het geld belangrijker dan de veiligheid van de mensen hier in Groningen. Die krijgt niks. Terwijl de werkloosheid hier in de provincie Groningen is hoog. Ja, weet je, ze zullen wel moeten, want het kan niet zo zijn dat... kijk, Groningen is een stukje Nederland, een heel mooi stukje Nederland. Het kan niet zo zijn dat de mensen hier onveilig zijn. Dat kan niet. Het kan niet zo zijn dat mensen hier te goede trouwen met goede overwegingen een huis hebben gekocht of een boerderij hebben gekocht. Dat die dat aan de straatstenen niet kwijt kunnen en alleen maar moeten bedelen bij de NAM om een reparatie. Dat zijn, zo gaan wij niet, vind ik, met elkaar om.